Good morning! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vooral dat duimpje omhoog en vergeet je onderin zeker niet te abonneren. En laten we maar lekker doorgaan met de video. Ik heb echt een hele slechte nacht gehad, dat was echt niet fijn. Maar ik hou lekker mijn pakje aan, want ik heb het echt wel koud. En als ik thuis ben, zie ik wel of ik me ga omkleden. Oké, ik heb echt een superleuk idee. Ik word één zo opgehaald door mijn moeder, dus ik moet even mijn tas gaan inpakken. En dat ik een week vegan ga eten en dat ik een week glutenvrij een week lactose, ga zeg maar allemaal dat soort dingetjes. En dan kijken wat het met je lichaam doet. Dat wil ik echt binnenkort gaan opnemen in mijn, zeg maar een beetje dat soort challenges. Dat ik daar een soort serie over ga maken en eten als. Maar dat doe ik allemaal in mijn nieuwe huis. Ik denk dat het daar echt super leuk gaat worden. Dus ja, dat soort video's ga ik daar allemaal opnemen. Dus dat is echt super leuk. Maar dat wilde ik even tegen jullie zeggen. Dat er echt hele leuke video's aankomen. Ik ga bijvoorbeeld zondag ook bij een hele goede vriendin logeren. Dus daar zou ik ook lekker gaan vloggen. Dus dat is echt allemaal super leuk. Maar nu moet ik echt even gaan opruimen. Dus ik ga nu even mijn spullen inpakken. En let's go to home. Yes. Ik blijf toch wat langer om Popje aan te gaan oppassen. Dus dat is echt super fijn. En ja, dat dus. Dus ik blijf het langer met dit kleine toepje. Dus dat is super gezellig. En ja. Oké, ik moet jullie even wat leuks vertellen. Ik ga zondag bij Natasja en zaterdag gaan we de stad in. Zaterdag. En dan gaan we lekker een Starbucks drankje halen. Dus dat is helemaal leuk. Maar ik heb nu nog iets heel leuks. We gaan dus maandag naar Dierengaarde Blijdorp. Ik vind het echt helemaal leuk. Ik ga deze schoentjes aan doen. Ik vind het echt helemaal leuk. Dus gaan we lekker diertjes kijken en foto's maken. En weet ik het wat. Het gaat gewoon een super leuke dag worden. Dus daar gaan we zondag heen. Maandag heen bedoel ik. Dus dat is super leuk. En voor de rest, weet ik nog niet wat ik in de vakantie ga doen. Vooral spullen inpakken voor het verhuizen. Want dat zit er ook al bijna aan te komen. En ja, af en toe ga ik al lekker even een dagje uit. En dat is helemaal prima. Helemaal prima. Helemaal leuk. Dus dat doe ik in mijn vakantie. Hi guys, ik ben thuis net en ik ga zo even naar de fiets maken met mijn fiets, want ik heb voor de voorband een check, dus ik ga hem gewoon even laten maken. Dus dat is het plan en ik ga even een zomerse outfit aandoen, want het is hier echt super warm. Hoi, ik heb even zo'n heuptasje, maar ik heb even zo'n pak aan, helemaal top. Ik heb naar mijn fiets schoongemaakt en nu ga ik naar de fietsenmaker met mijn fiets een 3 kwartier lopen. Helemaal top. We can do this. Ik ben echt super moe, maar ja. Ik heb net iets gegeten waar ik helemaal niet tegen kan, dus ik ben echt heel misselijk. Dus dat is echt heel vervelend, maar ja, we doen er niks aan. Dus nu ga ik lekker daar naartoe. Dus dat is top. En als ik terugkom, dan ga ik beginnen met mijn kamer. Met mijn verhuisdozen, dus dat is ook helemaal prima. Helemaal prima, helemaal leuk. Dus leuk is geen woord, maar productief wel. Dan zijn we lekker productief bezig. Ik vind het echt heerlijk om even bezig te zijn. Niet heel te in bed liggen, want dat is niet goed voor je. En van het lekkere weer
krijg je motivatie van. Dus, wat gaan we doen? We gaan naar de fietsmaker. You turned away with a hint of a smile. Ik gebruik deze nu voor mijn haar, deze van de Action. Ja, ik had dus zo'n shampoo nodig en de andere winkels waren al dicht, dus vandaar. Maar ik kan niet wachten om mijn eigen shampoo weer te kopen. En deze voor mijn body. Dit is de Shower Cream Cacao Butter en Coconut Oil. Hier wordt je huid lekker zacht van, dus dat is echt heel erg fijn. Dus deze producten ga ik lekker even voor mijn haar gebruiken vandaag. Ik lig nu lekker even in bed, omdat ik me niet zo lekker voelde. En ik vind het belangrijk om naar mijn lichaam te luisteren, dus dan doen we dat. En ja, ik lig lekker even in bed. En hopen dat ik me dadelijk wat beter te voel om nog wat dingetjes te gaan doen. Maar we can do this. Ik kan dit. En ik wil daar sowieso nog even de limonade met jullie uittesten. Dus dat is ook super leuk. Hoi. Ik ben wakker. Ik heb net lekker even geslapen. Ik ga niet bijna uit. Ik ga het een beetje even opdrinken. Ik ben net wakker. Dus dat is fijn. Alleen zeg maar gelukkig een stukje weg. Dus dat vind ik wel fijn dat het toch even iets geholpen heeft. Ik ben morgen vrij, dus ik kan uitslapen. Dus dat is echt heel erg fijn. En dus ik ga nu lekker even YouTube verder kijken. Want daar heb ik basically gewoon veel zin in. En dat heeft mijn lichaam gewoon even nodig. Dus dat doen we ook. From far away she looks so good. Grew up in the same neighborhood. And that's how the road so in the wound. Ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je deze video leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet je onder zeker niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doeg!